In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Want aardgas is een fossiele brandstof die opraakt. Van het totale energieverbruik in Nederland is het grootste deel bestemd voor woningbouw. Woningen nemen maar liefst 30% van het landelijke energieverbruik voor een rekening. De Frieske Deal biedt hiervoor een oplossing door woningen energie-neutraal te maken. Geen gas, maar zon. In Friesland staan 290.000 woningen, 80.000 sociale huurwoningen, 30.000 overige huurwoningen en 180.000 koopwoningen. Om deze allemaal energie-neutraal te hebben in 2050, moeten we per jaar 8.530 woningen verduurzamen. Op dit moment komen we niet verder dan 250 per jaar. Dat is maar 1%. Er is dus nog veel te doen. Wat is de Frieske Deal? De woningcorporaties Accolade en Elkien bieden 3000 woningen aan en drie grote Friese bouwbedrijven ontwikkelen een betaalbaar concept om woningen te verduurzamen. De gemeenten Zuidwest-Friesland, Leeuwarden, Heerenveen en Smallingenland werken hier al aan mee en zijn enthousiast. Helaas zijn op dit moment de investeringen per woning nog te hoog, doordat de schaalgrootte nog te klein is. Maar om de schaalgrootte te vergroten, moet er te veel geïnvesteerd worden. We zitten dus in een vicieuze cirkel die doorbroken moet worden. Met de eerste 3000 woningen willen we laten zien dat het kan. Na 3000 woningen is de kostprijs per woning substantieel gedaald, waardoor we denken dat dit voorbeeld door andere verhuurders en particulieren wordt gevolgd. Wat levert de Frieske Deal op? 500 directe banen en een veelvoud aan indirecte banen. Een flinke energiebesparing voor bewoners. Profilering van Friesland als koploper in de energietransitie. En een bouwconcept dat gedeeld kan worden met andere bouwers. Een concept dat toepasbaar en betaalbaar is voor ruim 1,5 miljoen woningen in Nederland. 500 directe banen. Energiebesparing voor bewoners. Friesland als koploper. Deelbaar en betaalbaar concept. Samen kunnen we onze provincie een stuk duurzamer maken. Frieske Deal. Maken we de deal rond?